Hallo, we zijn hier in het Vlaams wielercentrum Eddy Merckx. Het wielercentrum is eigenlijk de enige wielerpiste in België die overdekt is. En wij organiseren hier jaarlijks heel veel wedstrijden. De wedstrijden worden georganiseerd namens de VZW Cycling Vlaams Wielercentrum, die erop voor gemaakt is om wedstrijden te organiseren. Van 9 tot 14 juli organiseren we hier in het Vlaams wielercentrum Eddy Merckx, 10 jaar na datum, opnieuw een Europees kampioenschap. Het Europees kampioenschap is ervoor gericht voor de jeugd, voor de junioren en de U23. Zowel dames als heren. Wij verwachten ongeveer een 350-tal deelnemers uit alle hoeken van Europa. Wij hopen u natuurlijk ook andere mensen en supporters warm te maken voor ons event. Wij zijn met onze Belgium Cycling Federatie een weg ingeslagen waarbij we proberen op Olympische disciplines, op de piste, natuurlijk hoge resultaten te scoren. En wij hopen natuurlijk om, zoals ik zei, 10 jaar geleden hebben we ook een Europees kampioenschap georganiseerd. Wij hopen opnieuw eens mooie resultaten in eigen land te kunnen neerzetten. En is Gent klaar qua logistiek hier, deze installatie voor een EK? Het Europees kampioenschap voor de jeugd, dus voor de junioren en de U23, is eigenlijk niet zo'n groot kampioenschap. Ik bedoel daarmee, het is geen elite kampioenschap waarbij je eigenlijk iedere dag moet kunnen rekenen op een 300-tal zitplaatsen. We hebben hier in het Vlaams wielercentrum een 450-tal zitplaatsen, dus dat is voldoende voor een dergelijk kampioenschap. Natuurlijk, om zo'n event te organiseren heb je heel veel medewerkers nodig. We hebben dit weekend geprobeerd met de juryleden, van Belgium Cycling, die eigenlijk ook op het Europees kampioenschap gaan functioneren. En alles is vlot verlopen. De Russische voorzitter van de college hier heeft ons een positieve evaluatie gegeven. Dus ons jury is klaar om het event te organiseren, samen natuurlijk met enkele buitenlandse juryleden. Het event is 6 dagen, dat loopt over 6 dagen, met daarvoor een 3-tal trainingsdagen die erbij horen. Dus wij moeten rekenen op een 100-tal vrijwilligers iedere dag. Natuurlijk zal Hans het Middenplein hier gebruikt worden voor de ploegen, met een groot podium, podiumceremonie, vlaggen, dergelijke meer. Het vindt natuurlijk plaats in de vakantie tijdens de Tour de France, maar natuurlijk is het een vastgestelde datum van de UEC, dus wij kunnen daar niet te veel met spelen om een andere datum te kiezen. Ik moet wel zeggen, de week voor dit EK geeft hier in Gent ook het Belgisch kampioenschap plaats voor de dames en heren elite. Dus aansluitend op dat Belgisch kampioenschap gaan wij dus het Europees kampioenschap op de piste voor de jeugd hier organiseren. En gaan alle renners in hetzelfde hotel verblijven tijdens het EK? Wel, dus voor het logement. Opteren wij voor het sportverblijf van Sport Vlaanderen. Dat is hier 900 meter hier vandaan. Daar hebben we ongeveer een 150-tal bedden ter beschikking. Maar wij als federatie of als organisatie moeten niet alle hotels faciliteren. Dus wij, het eigen beheer, gaan we dit hotel gebruiken voor ons eigen nationale ploeg en enkele landen die het eerst zich aanbieden om het te reserveren. Ook een aantal juryleden gaan daar verblijven, zeker onze Belgische juryleden. Wij hebben ook nog een aantal andere overeenkomsten met andere hotels, maar daar moeten de landen zelf boekingen doen om alles rond te krijgen. En alles onder uw controle, want u bent de grote baas eigenlijk van het EK. Ja, dus ik ben eventmanager, dus ook voorzitter van de VZW Cycling Vlaams Wielercentrum. Deze VZW bestaat uit vertegenwoordigers van Belgium Cycling, zoals Tom van Damme, Jos Metz, William van Aarde namens Belgium Cycling. En ook een aantal vertegenwoordigers van Cycling Vlaanderen, waaronder ik zelf ook directeur topsport ben binnen Cycling Vlaanderen. Dus er loopt een goede samenwerking. Natuurlijk is de VZW speciaal gericht om events te organiseren. En wij hopen met dit event toch een beetje bij te dragen tot de ontwikkeling van het pistegebeuren in België.